programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Tja, daar zijn we weer. Na een lange zomer, het was niet helemaal zwoel, maar zijn we weer met Dommeland Live. En vanavond gaan we het hebben over kunstzinnige therapie. Om weer in balans te komen. We gaan het hebben over het programma Aan de Keukentafel. Oftewel, een goed gesprek, hè, want ze hebben een nieuwe naam gekregen. En kukkelukku! U denkt aan een haan. Vanavond denken we aan heel iets anders. En dit onder de muzikale begeleiding van niemand anders dan Dennis Wels. Het is dinsdag 19 september, Prinsjesdag. Welkom. Ja, kunstzinnige therapie om weer in balans te komen. Daar ga ik vanavond over praten met Rocco Ancarola. Zeg ik het goed? Zeg ik goed, ja. Rocco Ancarola. Ik vind het een mooie naam. Het is een? Oorspronkelijk Italiaans. Oh, Italiaans. Ja. Ciao, come stai? Bene, grazie. Va bene? Va bene. Sì, grazie. Rocco, stel je voor mensen die je niet kennen. Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik doe verschillende dingen. Dus kunstzinnige therapie en ook kunstenaar. Mm-hmm. Dus, maar onder kunstzinnige therapie vallen veel verschillende aspecten. Ik geef kunstzinnige workshops, mm-hmm. kunstzinnige vorming, geef kunstzinnige hulpverlening. Mensen met kanker, bijvoorbeeld bij Vicky Brownhouse in Den Bosch. Kunstzinnige begeleiding bijvoorbeeld bij dagbesteding. Yeah. Daar heb ik ook een tijd gedaan. Yeah. En, dus er vallen veel verschillende dingen onder therapie. En je zegt, ik kom uit Italië. Sinds wanneer woon jij in Nederland? Ik woon nu sinds 96. 96? Dat is bijna 20 jaar. 21. Ja. Dus dat is lang. En nu trotse bokselaar? Nu ben ik bokselaar en daar ga ik niet meer weg, denk ik. Ik heb op je website gekeken. Veel verhuisd. Wat zei je? Ik ben veel verhuisd, dus... Maar nu ben je gesetteld. Nu ben ik gesetteld, ja. Ik heb op je website gekeken en ik zag een hele grote veelzijdigheid van jou. We hebben een aantal dia's, kijk maar eens even mee. Je hebt een zeer groot uitgebreid schilderspalet, wat ik eigenlijk zag. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat komt door die kunstzinnige therapie-studie, waardoor je heel veel verschillende materialen en technieken moet beheersen. Dus mm-hmm. Tekenen, schilderen, boetseren. Dus ik gebruik heel veel materialen. En, mm-hmm. Omdat het gaat eigenlijk om je beleving, van binnen naar buiten. Yeah. Het maakt niet zo... veel uit dan wat voor materiaal. Dus het gaat om wat het met je doet. Ja. Dus, want is dat ook, straks wel heel mooi dit zeg. Wauw. Is dat ook in jouw beleving echt de omschrijving van kunstzinnige therapie? Want als we het zouden moeten omschrijven in een aantal woorden, wat is het dan exact? Kunstzinnige therapie, dat is, je kan het in verschillende manieren gebruiken, maar om het heel kort een antwoord te geven, vind ik lastig. Ik vergelijk het met een fysiotherapeut, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je gaat naar een fysiotherapeut en hij geeft therapie op je spieren en gewrichten en je botten enzovoort. Met kunstzinnige therapie, het is, dan werk je niet met het lichaam, maar met hoe mensen denkt en voelt en handelt. Yeah. En je kan dan kunst gebruiken voor die verschillende facetten van ons psyche.
zeg maar. Ja, ja, want je hebt het over fysiotherapie, maar dan heb je echt iets aantoonbaars. Hè? Of je hebt de blessure ergens, of de spier gescheurd, of iets dergelijks, of een trauma. Voor welke mensen is de therapie bedoeld die jij uitoefent? Het is heel verschillend. Bijvoorbeeld bij de kunstzinnig, bij die dagbesteding, het was niet therapie, maar gewoon kunstzinnige begeleiding. Die waren mensen met allerlei problemen. En ze kwamen alleen voor het kunstzinnige activiteit, maar het was dan voor hun een hulpmiddel. Daar heb ik lang mee gewerkt. Bijvoorbeeld ook bij Vicky Brownhouse, mensen met kanker. En daar noem ik het niet kunstzinnige begeleiding, niet kunstzinnige therapie, maar kunstzinnige hulpverlening. Dan ben je aan het werk met mensen met die kanker hebben of hebben gehad. Die zijn de naaste van. En die komen om samen met lotgenoten om te schilderen. En dan gebruik ik het schilderen als een middel om zichzelf ook te ontspannen. En is dat schilderen dan, of welke kunstzinnige vorm, hè? Of wat je dan ook uitoefent, dan ook een vorm om het gesprek te openen? Dat kan ook. Het is ook een middel om in gesprek te gaan over problemen of issues, of hun hulpvraag. Ja. En dan kies je bepaalde opdrachten of manieren waardoor je kan een zicht krijgen over die issues en zo. Daarna in gesprek gaan daarover. Maar het is niet een gesprekstherapie, zeg maar. Het is geen psychologie. Het is een actief therapie waar je echt werkt, waar je schildert. Een deel van het welzijn, werking van therapie, is in het doen ook. Niet alleen het over hebben, over problemen en issues. Maar wat is volgens jou, want er is een hele grote diversiteit aan mensen die dit soort vorm van therapie kunnen uitoefenen. Hè? Bedenk dan mensen die angststoornissen hebben, bipolaire stoornissen hebben, een soort vorm van autisme hebben. Hoe kan het die mensen dan helpen? Wat is volgens jou dan de essentie? Is het echt de essentie dat ze even hun gedachten leeg kunnen maken? Of echt op iets anders kunnen zetten? Of dat ze dan met die lotgenoten samen zijn? Wat is dat volgens jou? Misschien kan ik een voorbeeld geven. Graag. Dat is het duidelijkst, denk ik. Ik denk naast het fijn werking van kunst, als je bezig bent met kleur en kunst, dat kan heel fijn zijn, dat is ook goed. Maar naast dat bijvoorbeeld iemand die erg focust op detail, denk misschien aan borderline, echt gaan focussen op dingen. We kunnen ook kunstzinnige activiteit gebruiken om afstand te nemen van detail. Door regelmatig uit je schilderij komen, dan probeer je een overzicht te krijgen op je werk. Dus regelmatig afstand nemen en kijk naar je werk van een afstand. Dat is een oefening, een innerlijke oefening om uit je werk te komen, uit de detail en een overzicht. En dan van daaruit een keuze maken en weer gaan verbinden met het werk. Dus die proces van afstand en verbinden, dat kunnen we via het kunstzinnig
oefenen. Ja. En wat is het effect, denk jij, op de mens uiteindelijk? Of wat is het effect wat je ziet? Wat doet het met die mensen? Het is een langzaam proces, hè? Als allotherapie. Het is geen wondermiddel, hè? Het is je moet eraan werken. Het is een oefening. Het helpt in het algeheel proces. En het werkt op een langzame manier. Hè? Soms heb je het even nodig, hè? En dan weer niet. Hoe het helpt mensen. Het werkt heel subtiel. Het kan op heel verschillende vlakken werken. Bijvoorbeeld, wat ik zei over het afstand nemen en te verbinden met het werk. Dat moet veel geoefend worden, zodat een intern verandering is. Mm-hmm. Dus dat heeft tijd nodig. Stel je voor, ik heb burn-out klachten. Een groot, veel voorkomend iets tegenwoordig. Ja. Ik meld me bij jou aan. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Maar ga jij een traject met mensen maken? Of stippel je dat uit? Of hoe ziet dat eruit? dan heb je eigenlijk in conceptie, dan maak je een plan. Bedenk je oefeningen en opdrachten. Mm-hmm. Dat doe je dan misschien 12 keer. Aan het eind van die 12 keer ga je kijken hoe het is. Maar meet je dan ook, onderwijl dat iemand bezig is, aan de hand van welke factoren meet je hoe het gaat met iemand dan? Dat doe je eigenlijk tijdens het proces. Mm-hmm. Meer. Het is moeilijk om te meten. Kan je pas daarna, na 12 keer, kan je kijken, hey, hoe is het en hoe voelt het? Zo verder. Burn-out is. Er zijn veel onderliggende redenen waarom iemand burn-out krijgt. Hoe diep wil je gaan kijken? En dan kan misschien deze therapie weer zorgen voor een bepaalde vast ritme, wellicht. Als ik met een nuchter oog ernaar kijk. En een bepaalde rust ook weer te creëren bij iemand zelf. Het kan door kunstzinnige activiteit zelf. Hè. Mm-hmm. Het kan gewoon heel ontspannend zijn. Ze kunnen tot rust komen, tot stilte en zo. Dat hebben ze ook nodig. Maar je kan ook heel dieper gaan kijken. Hè. Waarom komt die burn-out? Naar iemands leven gaan kijken, of verleden, of daarover praten. Waar komt het dat vandaan? Kan ook. Het kan met veel dingen te maken te hebben, met normen en waarden en verwachtingen. Ik zag net in jouw foto's allerlei verschillende materialen, heel divers eigenlijk. Mogen mensen nou zelf bepalen met welk materiaal ze werken? Want ik kan me voorstellen dat dat bij mensen heel divers is. Nu hebben we het over die kunstzinnige therapie. Ja. Niet kunstzinnige vorming of kunstzinnige hulpverlening of zo. Dat zijn allemaal verschillend. Maar als je kijkt alleen naar therapie, dan eigenlijk, we kunnen beginnen, als de cliënt een wens heeft, mm-hmm. Dan we kunnen daar beginnen. Maar uiteindelijk maken wij keuze van materialen mm-hmm. en oefeningen en opdrachten. Mm-hmm.
Want hangt vanaf wat die issue is, maak je andere keuzes van, van materialen en opdrachten. Wat denk ik heel veel mensen wel zullen willen weten thuis, van wordt een therapie als deze eigenlijk vergoed? Het wordt, dan moet je aanvullende verzekering hebben. Ja. Als je aanvullende verzekering hebt, wordt een gedeelte vergoed. Oké, okay, ja, 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 exact. Het is niet onder basis. En als we even teruggaan helemaal naar het begin, hè, toen jij jezelf introduceerde. Als ik dan denk van, hoe kom je bij zoiets als dit terecht? Kunstzinnigtherapie. Ja. Ja, jijzelf, ja. Hoe ben je ooit hierin terecht gekomen? Het komt door, eigenlijk toen mijn vrouw, hè, zij had kanker en zij is overleden van kanker. Dus na dat ben ik gaan denken, wat wil ik gaan doen? Mm-hmm. En, want ik was rond 40 toen. Mm-hmm. En het was een goed moment om te veranderen van vak, van werk. En ik was altijd geïnteresseerd in kunst, maar nooit iets mee gedaan. En, ik was geïnteresseerd in kunst en hoe kan je het gebruiken voor het menselijk welzijn. Mm-hmm. Nooit echt met de bedoeling of niet weten wat uit zal komen. Kunstzinnige therapeut of niet, of wat, maar het interesseert me. En zo ben ik begonnen met de studie. Ja. Dus eigenlijk vanuit een hele heftige privégebeurtenis toch het roer omgegooid en gezegd van ik ga nu dat volgen. Ja, ja. Het was echt een periode van reflectie. En, na het overlijden, na het verlies van een dierbaar, dan ga je denken, wat wil je verder met je leven? En het was een moment rond de 40 op zich was het een goed moment om te veranderen. Ja. Ja. Je hebt dagelijks te maken met mensen die met allerlei problemen lopen, of problemen tussen haakjes natuurlijk. Problemen zijn voor iedereen weer anders. Heb je zelf dat je het gevoel dat je op dit moment in harmonie leeft? Want je bent alleen maar mensen aan het helpen. Ik ben niet bezig iedere dag met, met problemen, dat niet. Dus dat is het niet. Ik geef ook heel leuke workshops. Mm-hmm. Kunstzinnige vorming, dat is echt een plezier. Het is niet elke dag. Mm. Balansje is dan heb je ook een balans nodig. Hè? Mm. Als je mensen helpt en de dingen die je, wat je doet voor jezelf, dat je van geniet. En, ik vind dat ik in balans ben. dat is iets dat moet je binnen jezelf voelen. Yeah. Bepaalde gevoel van dat het voelt oké. Dat is een combinatie van dingen die je doet in het leven. Ja. Ik vind dat je iets heel moois doet. Ja? En dankjewel dat je hier vanavond was. Dankjewel. Ik denk dat het iets is waar heel veel mensen mee in aanraking zouden moeten komen. Hè? Want het is in zo'n breed spectrum eigenlijk waar je mensen kan helpen. Ja. Dat we daar denk ik allemaal wel wekelijks, dagelijks mee te maken hebben. Dus dankjewel. Okay. Zet hem op. En wil jij thuis nu meer informatie of denk je van, ik heb hier interesse in. Ga even naar onze website www.omroepdommeland.nl als ik het goed zeg. Dennis Wels, ik zei het al, muzikale burgerleiding vanavond van niemand minder dan Dennis Wels. Dennis, welkom. Hi. Wat ga jij zingen voor ons vanavond? Ik ga vanavond nummer spelen van Tom McRae. Tom McRae? Ja. En wie is Tom McRae? Het is een Engelse singer-songwriter. Ja. En die heb ik afgelopen week 3 keer gezien. Oké. Heeft heel veel indruk gemaakt. Dus daar ga ik liedjes van doen. Wauw. Ja. En wat houdt jou op dit moment allemaal bezig? Veel nieuwe muziek. Ik ben bezig met het nieuwe album. En dan ben ik aan het schrijven en opnemen tegelijk.
En dat wil ik begin volgend jaar uit gaan brengen. En dan zie ik wel verder wat er gaat gebeuren. Weer hier, denk ik. Dan kom je gewoon weer bij ons. Gewoon, ja, ja. Nou, voor nu, zet hem op. Dankjewel. All right. Darling, I'm lost. I'm adrift in the dark. I'm clutching your words to my vampire heart once more. So let in the light. You turn me to dust. If it don't end in bloodshed, dear, it's probably not long. Here we are in the darkest place. To keep from forgetting our picture. Something is found, something is lost. Looking for clues on the streets of old New York and the people in our lives, they all leave behind. In the darkest place, to keep from forgetting that picture, your face. And I wonder why we count the cost, which is sweeter, love or it's a loss. So I curse you, my vampire heart, for letting me love you. Love you. For letting me love you from the start. Super Dennis, we zien je zo nog. Dankjewel. Ja, tv-makers Josephine van Horen en Guus Bekooy leverden hun 35e aflevering maar liefst aan de keukentafel. Inmiddels heeft het een naamwijziging gehad. Het heet namelijk Een Goed Gesprek. En vanavond zijn ze voor Een Goed Gesprek hier bij mij op de bank. Ja. Dankjewel. Hoi. Welkom. Dankjewel. 35e aflevering, daar gaan we het zo over hebben. Maar naamswijziging. Van waar dat? Nou, we hadden het eerst de keukentafel. Ja. En dat was natuurlijk ontzettend leuk, want we kwamen aan allerlei soorten keukentafels terecht. Met ieder zijn eigen koffiepot en suikerpot. Maar we vonden het zo leuk om eens een keer op een andere locatie ook een gesprek aan te gaan. Ja. En vandaar dat we eigenlijk ook zoiets hadden, we gaan een andere naam verzinnen. Ja. Dus vandaar dit. Een goed gesprek. En doen jullie dat dan ook in overleg, samen in een goed gesprek? Of, Nou, het eerste voorbeeld hebben we eigenlijk al gehad. Want we hebben net gisteren een programma opgenomen in de Petersbasiliek. Nou, niet in de keuken dus, hè? Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe dat kan gaan. Ja. Ja. En jullie maken eigenlijk, ik vind het fantastisch. Hè? We leven in een redelijk snelle tijd. Hè? De minuutjes tikken allemaal door. Tijd is geld. Jullie maken een soort van slow television. Ja. De interviews duren allemaal redelijk lang. Lange shots. Wat is jullie motivatie daarvoor geweest? Er bestaan eigenlijk geen standaard mensen en dus ook geen standaard programma's. Er zijn meer programma's, ook op de nationale televisie, mm-hmm. die wat langer zijn. De wandelingen, zo zijn er meer. En ik noem het doelgroep televisie. Er zijn dus mensen echt geïnteresseerd in een bepaald onderwerp. En dat hoeft niet haasje repje. En dan kun je ook wat meer, noem het maar, de diepte in en wat meer de breedte in. Zodat je de mogelijkheid hebt om mensen die ergens echt in geïnteresseerd zijn, dan ook echt te bedienen. Ja. En die programma's die duren,
Ik denk dat het kortste programma is 35 minuten geweest, maar we hebben ze ook van bijna een uur gehad. Ja. Ja. Is dat nou ook echt een motivatie voor jullie? Van nou dat we willen dit per se zo op deze manier aanbieden aan de kijker? Of wat is de motivatie daarvoor? Nou, als je oprecht geïnteresseerd bent in iemand en die kan zijn verhalen vertellen, dan bloeit iemand ook open. Ja. En dan moet je ook de tijd voor geven. En als je al denkt van, nou oké, bedankt, tot ziens, dan blijft het zo vlak. En als je echt gaat zitten en je hebt daar de tijd voor om te luisteren en mensen kunnen ook hun ding vertellen. We zitten ooit wel 2-3 uur ooit zitten we wel eens bij mensen gewoon aan tafel en we korten wel een hoop in. Maar ja, mensen die beginnen te vertellen en er komt van alles. Ja, en ik vind dat gewoon geweldig. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig, dus ja. Je bent een nieuwsgierig aagje. Ja, ik ben nieuwsgierig. Maar nieuwsgierig aagje. Ja. Nieuwsgierig aagje, ja. Maar hoe gaat het dan? Want ik kan me voorstellen, normaliter, hè, dan heb je een soort voorgesprekken met mensen, et cetera. Maar ja, in jullie geval kan ik me voorstellen, je wil niet te veel weten. Hè. Je wil het ook spontaan houden. Hè, of ervaren, misschien een Jozefine verhaal. Bereiden jullie het wel op een bepaalde manier voor? Of? Meestal niet. Meestal ga ik vragen of ze hun verhaal willen vertellen. En dan in het begin zijn ze zo, ja, ik weet niet wat ik moet gaan vertellen. En dan vertel ik ook gewoon heel eerlijk van waarom ik bij hun kom. En terwijl het Guus gaat opbouwen met alles, die is toch wel een half uur bezig met camera's en zijn. Dus jij een hele studio nodig. Ja. Ja? Ja. In je eentje? Ja, in je eentje. Zo. Ja, Jozefine, help jou. Ja, ik sjouw. En dan ondertussen kan ik wel eventjes met zo iemand even in gesprek gaan van waar gaan we het over hebben, wat wil je hebben dat we niet verteld wordt. En we zien wel wat strand en dat is juist zo leuk. Ja. Dus wij bereiden eigenlijk nooit niks voor. Ik heb ook nooit een blaadje voor me liggen, want mensen beginnen te vertellen en dan komen van eigen ze vragen. En dat is veel leuker. Eens, zeker weten. Ja. Dan krijg je veel spontaner tv natuurlijk. Ja. Het is wel fijn dat het niet live is. Dus af en toe kunnen we toch wel een keer zeggen, dat doen we opnieuw. Ja. Ja. Wie is er in jullie ogen dan geschikt om in jullie programma te zitten? Of hoe wordt dat bepaald? Hoe wordt dat bepaald? Je moet wel iets, een verhaal hebben. He, dus je moet wel of een hobby of een speciaal iets gedaan hebben in je leven of een passie waar je over kunt vertellen. En meestal als je wat ouder wordt, heb je ook meer meegemaakt in het leven. En dat is juist zo leuk. Er zijn ook hele jonge mensen die heel veel hebben meegemaakt en heel veel te vertellen ja, hebben. Ja, ook. Niet waar? Ja. Het is niet een kwestie van leeftijd, denk ik. Maar de mensen moeten wel een verhaal hebben. Ja. Ja. Als zodanig zijn er voldoende mogelijkheden om de meest interessante onderwerpen de revue te laten passeren. Ja. Dat is ook gebleken in die 35 keer. Ja. Ja, als je nu denkt aan, of als jullie denken aan, we hebben een moment meegemaakt, 35 keer, 35 afleveringen is hartstikke veel. Wat is dan een moment voor jullie allebei eentje, wat jullie het meest is bijgebleven? Tot mag dus ik eerst? Ja, jij mag eerst. Guus wil het gelijk vertellen. Ja. Ik ga eigenlijk het liefste terug naar helemaal het begin. Toen hadden we ook nog wat minder technische mogelijkheden. En het allereerste keer dat we het opnamen, dat was overigens met Maggie Seelen. En dat was een heel spannend verhaal op zichzelf. Een vrouw die al jarenlang met één been in Boksel rondloopt. Maar het is niet waarvan we samen uiteindelijk hebben gezegd, dat is het meest spannende. Want dat werd? Er werd de opname, of was, ik denk de vierde keukentafel, ja, hè, volgens de vierde, mij. Vierde van de reeks, ja. En dus, toen waren we bij de Witte Zusters. En dat was wel een van de uitzendingen waar ik zelf het meest zo geraakt was. Mm-hmm. En waar ik echt 2 dagen toch wel eventjes mee rondgelopen heb. Mm-hmm. Omdat het voor mij nog steeds de stoerste vrouwen van Boksel zijn. Die zijn de missie ingegaan als jonge meiden van 18 jaar. En die hebben hun verhaal zitten vertellen wat ze daarmee hebben gemaakt. En dat was toch wel heel heftig. Mm-hmm. En daar was ik door geraakt. Dus dat vond ik toch wel een hele bijzondere aflevering, ja. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Uiteindelijk.
als je zoiets hebt meegemaakt, of als je zei zo, want je komt natuurlijk in een hele grote diversiteit van gesprekken terecht. Ja. Dus ik kan me voorstellen, het is niet zo zodra je bij iemand de keuken uitloopt, of ja, nu je dan op locatie ergens wegloopt, dat je het kwijt bent. Nee, ik ben het niet kwijt, maar het rare is, het kost me ook geen energie. Ik ben meer geraakt omdat ik ben ontroerd door door het gestoei van mensen. Mm-hmm. En ik kan dat wel een plekje geven. Maar het is net als een mooi boek of een film, weet je. Dan loop je ook nog eventjes zo door te voelen, hè. Ja. En dat was met die witte zusters ook. Ik dacht, potverdorie. Maar normaal reek ik altijd een biertje drinken dan naar die film. Ja, maar daar... Hey. Ik pak ook een glas wijn. Ja. Maar dan denk ik er nog aan. Is het bij jou, hè? Want je bent altijd in je eigen leven erg geïnteresseerd in mensen. Kunnen we ze stellen van, ja, je hebt van je hobby nu een soort van... de uitoefeningen op tv gemaakt? Of is het tv maken een geprofessionaliseerde hobby geworden? Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een hele goede vraag. Ja, ik ben wel een mensenmens. En dit is inderdaad op ons pad gekomen. Mm-hmm. Maar ik werk in mijn dagelijks leven ook met allerlei soorten mensen. En ja, als je echt op dat moment wezenlijk contact hebt met iemand... Dan maakt het niet zoveel uit, mm-hmm. hè, waar je zit. Mm-hmm. Het gaat op dat moment op de intentie. Maar het is wel mijn ding, dit wat wij samen doen. Het is wel leuk, want ik kom wel op allerlei gekke locaties waar je normaal nooit komt. Wat is, je krijgt superveel onderwerpen. Krijgen jullie reacties van kijkers ook? Op straat gewoon. Hè? Van mensen die met name dan Josephine, want ik kom natuurlijk niet in beeld, maar Josephine wel. Dus mm-hmm. Josephine komt mensen op straat tegen. Mm-hmm. Die zeggen toch, ik heb gekeken. Of ik heb ze. We hebben zelfs al gehad dat mensen zeiden, ik heb 2-3 keer gekeken. Want die vonden dat dus blijkbaar dusdanig uitdagend en interessant dat ze dat bij herhaling wilden zien. Het probleem van Omroep Dommeland is dat wij. Niet beschikken over de mogelijkheden om echt kijkersonderzoek te doen. Ik zou dat dolgraag willen natuurlijk, maar dat is nou helemaal niet zo. Ja. Dus onze graadmeter is een beetje van hoeveel mensen, want dat is wel een belangrijk fenomeen, kijken achteraf via de social media. Dus via YouTube of via Facebook of wat dan ook. Ja. En daar kun je gewoon automatisch de getalletjes in meekijken. Ja. En dan zie je dat de ene uitzending die trekt vele, vele honderden kijkers, ook achteraf. En andere uitzendingen, die komen niet verder dan bij wijze van spreken nog geen 100. Maar dat is prima. En richten jullie dan die alleen op Bokstel, Liemt, Lennesheuvel? Ja, de mensen die we uitzoeken wel. Ja. Hmm. Of iemand die heel lang in Bokstel heeft gewoond. Of die ergens anders woont. Ja. Iets met Bokstel heeft te maken. Ja. Ja. Affiniteit. Ja. Ja. We gaan even naar een stukje kijken. Van jullie. Okay. Jullie zijn alle drie in Afrika geweest en ik zou zo graag willen weten van hoe het daar was. Kunt u, want u bent in de Congo geweest. Ja. Als jong meisje. Hoe lang bent u daar geweest? Ik ben 48 jaar in de Congo werkzaam geweest. Oh, ja. 48 jaar. 48 jaar, ja. Dus toen u thuis kwam was u eigenlijk 68, 69. Ja, maar we hadden wel vakantie. Toen we weggingen vanuit noviciaat na onze eerste gelofte, gingen we naar Noord-Afrika een jaar. En toen we weggingen, toen zeiden ze tegen mijn vader en moeder, over 10 jaar, dan komt ze terug met vakantie. Ja, 10 jaar. Nou ja, dat was dan toch een beetje troost voor de ouders, want onze eerste zusters gingen weg voor altijd, kwamen nooit meer terug. Maar toen wij weggingen, toen was het 10 jaar. Dus dat was toch wel een beetje troost voor hen. Hè? Oh, dus het is natuurlijk een moeilijk afscheid voor de ouders. Maar jezelf was jong. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik was vol enthousiasme om naar Afrika te vertrekken. Ja. Ja. En begrijp pas naderhand eigenlijk dat de grootste offer dat eigenlijk de ouders zijn. Dat die dat doen. Hè? Want, om een kind zo af te geven. Ja. Ja. En, ja, dit was dat fragment het deel waar jullie het net over hadden. Ja. Alweer jaren geleden, maar ja. Ja.
Heel mooi. Hey, Guus, als ik dit zo zie, hè, want als kijker heb je echt het gevoel dat je er gewoon bij bent. Eigenlijk, dat is de bedoeling ook. Hè? Dat gevoel krijg je erbij. Het is gewoon hartstikke knap gemonteerd en gedaan. Wat ik me wel afvraag, laat jij dan zeg 3 uur lang de camera's lopen en is daarna voor jou een enorme klus om te knippen en plakken? Of hoe, want ik kan me voorstellen, zodra Josephine in gesprek gaat, dan gaat het lopen. Ja. Waar wij voor kiezen is om het sowieso met z'n tweeën te doen. Dus er staat niet een hele cameraploeg met geluidsmensen en meer cameramensen. Dus het is zo intiem mogelijk. Mm-hmm. En dat betekent inderdaad dat ik soms van de ene camera naar de achter de schermen, bij wijze van spreken, van de ene camera naar de andere camera ren. Ja. Maar meestal laat je die camera's continu lopen en achteraf ga je die keuzes maken. En dan is het misschien 2 uur of 2,5 uur opname. En dan een klein weekje monteren, ja, dat is wel de consequentie. Ja. Ja. Is het dan nog wel alles voor jou, hè? Dat noemen ze in mooie vaktermen spotten, maar voor de kijkers thuis, dat heet gewoon eigenlijk al het materiaal bekijken. Ja. Hè? Een enorme klus, lijkt mij, maar of denk je echt van, nou, het is me nog zo bijgebleven, dat moment, moet ik sowieso al in het programma hebben? Heb je dan een soort plaatje bij? Je bouwt natuurlijk je verhaal op, dus er moet een spanningsboog in zitten, dus de onderwerpen zoals je ze opneemt zijn niet altijd in die volgorde ook in de montage terug te vinden. Dus je kiest inderdaad die onderwerpen nagelang het verhaal zich voordoet. Mm-hmm. En de praktijk is dat ik eigenlijk nauwelijks hoef te spotten, omdat dat verhaal zit eigenlijk al in mijn hoofd. En wat ik moet doen is het ook uit die computer te halen. Mm. En ja, ik vind het ook alleen maar leuk om te doen. En als het niet leuk was, deed ik het bij wijze van spreken niet. Ja. Dus het is niet een kwestie van haasje, repje, spot. Nee. En deur in, deur uit. Nee. Ja. En hoe ziet de toekomst voor jullie twee uit? Met dit programma? Nou, wat vind jij? We blijven lang en gelukkig leven. Ja. We weten het niet. Nee. We hebben ook zoiets, we moeten ook mensen tegenkomen met een mooi verhaal. Dus het is ook wel, het wordt ook een beetje moeilijk. Ja. Af en toe dat ik denk van ja, waar halen we de mensen vandaan? En iedere keer komt er weer iets op ons pad en iedere keer hebben we wel toch weer iemand. Maar ons betreft gaan we nog jaren door. Ja. Dus ja, de vraag is inderdaad, mocht iemand een leuk persoon weten of een leuk onderwerp, of wat dan ook, laat het ons weten. Ja. Ja. Dat kan via de omroep. Ja. En als er voldoende aanbod is, dan ligt het niet aan ons of het gaat nog heel lang door. En wellicht mooi op, we hebben tegenwoordig natuurlijk allerlei andere manieren om het terug te kijken, maar DVD of iets dergelijks, hè, dat alles achter elkaar staat, waarom niet? Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, dan zou je nu een DVD moeten hebben die 1,5 dag draait, hè? Ja, maar toch waarom niet? Het is 35 uur, bijna 30 uur materiaal. Kijk, alle registraties van Ko van Dijks en weet ik wat, dat zijn zulke boxen, Guus. Ja, alles kan. Nou, van elke uitzending zijn ook DVD's. Van degene die we interviewen, die krijgen van ons uiteraard een DVD. Ja, ja. Nog steeds. DVD's is ook bijna ouderwets aan het worden, maar zo werkt het ook. Ja. Ja. Ik wens je nog superveel succes. Ja, dankjewel. En dankjewel. Ja, en zoals Guus net ook al zei, ken je nou iemand of denk je nou iemand te kennen? Ik denk van, nou, die heeft echt een mooi verhaal. Dat is echt iets voor Josephine en Guus om mee in gesprek te gaan. Stuur gewoon een mailtje. Dat kan naar ons, naar de Omroep. Kijk even op onze website www.omroepdommeland.nl. Doen. Dennis. Yes. Je mag weer, jong. Dat is mooi. Hey. Ga je zingen? Een mooi verhaal. Een mooi verhaal. Ja. Coming back to the city. One I never quite leave. Picture you by the ocean. Picture me coughing into my sleep. Like a snake eating snake, you confuse me. Who's killer, who's captive, who's free? In a city that builds by constriction, your streets around me and squeeze and draw down.
down the stars. What's in your heart? Your heart. Fluorescent night will divide us and resolve in a flickering scream. We all know each other's secrets. Things seem but not seen. When draw down the stars, draw down the stars, draw down the stars, draw down the stars, you draw down the stars. Down the stars, draw down the stars, draw down the stars. What's in your heart, your heart? Yeehaw, dit is heel mooi, heel mooi, prachtig. We zien je zo nog terug. Daar hadden we het net al over. Ja, Kukkeleku, culturele evenementen bundelen, verbinden en in het spotlicht plaatsen. Muziek, kunst, cultuur, toneel, eten en drinken en mode verdienen een plek in het negen daags durend evenement. Bij mij op de bank Ferdy Stegen en Femke Lagerwij. Welkom. Dank je. Kukkeleku. Vertel, Kukkeleku. Wie zijn de initiatiefnemers eigenlijk? Het zijn eigenlijk een beetje de cultuurmakers in Bokstel. Daar hebben we Bokkensprongen, we hebben Dommeltheater, we hebben Kunstlicht 99, we hebben de Kunststichting Bokstel, we hebben de Rode Draad. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk allemaal afhankelijke stichtingen of instellingen. En die zijn bij elkaar gaan zitten en die hebben gezegd, weet je wat, misschien lukt het allemaal veel beter als we dat onder één hoed naar buiten brengen. Dat we dat gezamenlijk brengen, dat we van elkaar kunnen leren, dat we van elkaar diensten kunnen gebruiken. En dat we eigenlijk een veel groter bereik van het publiek kunnen krijgen. Mm-hmm. Niet alleen in Bokstel, maar ook daarbuiten. En dat zijn we nu aan het opstarten. Ja, daar zitten we middenin. Daar zitten we middenin. Wauw. Ja. Ja, dit is het eerste jaar. Maar de mensen die erin meedoen, die zijn al jarenlang natuurlijk bezig. En die kennen het klappen van de zweep. Een heleboel mensen kennen ook wat er gepresenteerd wordt. Maar gezamenlijk belooft het wel wat te worden. Ja. Is er eigenlijk subsidie voor dit evenement eigenlijk beschikbaar gesteld? Nee. Onafhankelijk voor verschillende partijen is er subsidie. Mm-hmm. Maar voor de overkoepeling van Kukkeleku is dat er niet. Mm-hmm. En misschien volgend jaar wel. Ja. Want als je zult zien, na deze week zullen we toch wel het nodige commentaar krijgen en de evaluaties. En ja, zullen mensen toch wel gezien hebben van, nou, is toch wel wat neergezet. Ja. En als je dat wat groter wil maken, dan denk ik dat het goed is dat daar ook een extra injectie bij komt. Ja. Femke, als we kijken naar de evenementen die we allemaal hebben, die net al genoemd waren. Wat is nou echt de onderscheiding, denk je? Of hoe onderscheidt dit evenement zich? Dat het een verbinding is van al die evenementen die er eigenlijk altijd al zijn. Mm-hmm. Maar dat er nu eigenlijk gewoon één schil omheen ligt. Met een gezamenlijk beeldmerk. Dat beeldmerk zie je ook weer terug op alle uitingen van al die afzonderlijke evenementen. Ja. Door het in één week te pakken en door er op deze manier kracht aan te geven. Is het ook voor de media aantrekkelijker om er aandacht aan te besteden. Het feit dat we hier zitten, dat geeft dat natuurlijk aan. Het feit dat Brabant Centrum een heel katern eraan heeft besteed. Ja. Dus op die manier breng je gewoon in één keer kunst en cultuur, zet je op de kaart. En ook een van onze doelen is ook om nog meer naar buiten te treden. Dus ook om zelfs omliggende gemeenten te proberen te triggeren om naar Boksel te komen om aan te sluiten. Ja, en ik begreep, er zijn verschillende organisaties die aangesloten hebben. Maar ook een bepaalde betrokkenheid van het onderwijs. Hè? Welke vorm moet ik dan aan denken?
Ja, Brede Scholen Bokstel, die is ook betrokken in de QQLQ. Ja. Niet zozeer als een van de inzittenden in de stichting, maar wel als verbinder om de scholen te betrekken. Mm-hmm. Dus zij zijn eigenlijk een beetje de schakel tussen ons en de scholen om te kijken van wat gebeurt er in de scholen en wat kunnen we op die manier bijdragen aan met name om kunst en cultuur ook binnen die scholen goed op de kaart te zetten. Mm-hmm. En is het nou de bedoeling dat er dan ook meer scholen om mee gaan doen, of niet? Of dat er meer scholen benaderd worden om ook die doelgroepen... Nou, er doen al best wel wat scholen mee. Ja? Ja. Vanuit die brede scholen doen eigenlijk best heel veel scholen doen mee, ieder met op zijn eigen manier. Mm-hmm. Maar dat is wel een van de belangrijke elementen, dat op school ook veel aan educatie wordt gedaan op kunst en cultuur. En het is natuurlijk bij uitstek een week om daar gebruik van te maken. Daar hebben we wel ideeën over gehad. Kijk, het hele programma draait nu voor het eerst. En er zitten een aantal hele bekende programma's in, die heel goed draaien. En er zitten nieuwe dingen in. Nou, dat moet je even kijken, hoe werkt dat, hoe gaat dat? En kan dat eventueel misschien volgend jaar beter? We hebben hierna ook een evaluatie. Dan gaan we alle dingen die er gedraaid zijn, de revue laten passeren, mm-hmm. bespreken en kijken van oké, wat kan beter, wat kan nog intensiever en wat kunnen we met samenwerking met school doen. Ja. Ja. En op de website staat, er is een podium voor elke cultuurmaker. Mooi, hè? Ja, vond ik een hele mooie omschrijving. Ja. waar komt die zin vandaan? Of is dat echt van de tekstschrijver? Nee, het is echt een mengelmoes. We hebben getracht om het breed neer te zetten. Ja. En, want je hebt natuurlijk, je hebt theater, je hebt theater op het water, je hebt zang, je hebt muziek, je hebt scholing, je hebt ook de harmonieën die meedoen. Dus er is voor iedereen wel wat wils op kunst- en cultuurgebied. Dus mm-hmm. het podium wilden we eigenlijk zo breed mogelijk maken. En op die manier is het ook makkelijk om inderdaad omliggende dorpen te benaderen, de gemeentes te benaderen. We hebben dadelijk met het Dommeltheater, doen al gemeentes uit Sint-Michiels-Gestel en Sint-Oederode. Doen mee. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Op die manier maak je ook die verbinding met iedereen. Ja. Ja. Hey, wie bedenkt nou precies het programma? Of wat er allemaal te doen is? Een aantal onderdelen, die zijn er gewoon. Hè? Ja. Bijvoorbeeld Dommeltheater, dat lag al 2 jaar vast dat deze week zou zijn. En ook Bokkensprong en de Uitmarkt. Ja. Dus ja. Die onderdelen die liggen vast. En daarnaast hebben we heel veel verenigingen en die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur aangeschreven. Om te kijken van, joh, gebruik deze week. Wat zou jij kunnen doen om publiek te laten kennismaken met de betreffende discipline. Ja, want waren er bepaalde criteria waar een organisatie of iemand aan moest voldoen? Nee, we hebben geen criteria. We hebben gewoon gezegd, laten we nou gewoon alles en iedereen die te maken heeft met kunst en cultuur, op welke manier dan ook, mm-hmm. laten die gewoon meedoen. Mm-hmm. En dan kijken we later wel of dat klopt, of dat ze dat zelf prettig vonden, of dat wij dat prettig vonden, of dat de samenwerking goed was. Om het in het begin dat al helemaal te filteren, nou, dat is geen doen. Dus hebben we dat gewoon even zijn gang laten gaan en dan hierna gaan we gewoon evalueren. Ja, en waarom is het interessant voor een cultuurmaker om hier aan mee te doen eigenlijk volgens jullie? Omdat het op deze manier je kan veel beter naar buiten treden. Kijk, mm-hmm. als je gewoon een solitair evenement hebt, dan is dat klein. Mm-hmm. En dan heb je veel minder aan promotie of aan bekendheid of wat dan ook. Mm-hmm. En is die zuigkracht natuurlijk veel minder. Op het moment dat je dat met vele clubs tegelijkertijd doet, dan is dat makkelijker om daar een veel grotere bekendheid aan te geven. En is de zuigkracht van buitenaf vele malen groter. Mm-hmm. En als we nu naar de komende week kijken, hoe ziet het programma er dan uit? Nou, vanavond is er een slagwerkensemble van de Boksels Harmonie, wat een open repetitie heeft, dus daar kun je gaan kijken. Morgen heeft de toneelvereniging Orion uit Lennesheuvel heeft een open repetitie. Yeah. Dus nou, ook daar de mogelijkheid om aan te sluiten. Yeah. Daarnaast heeft de Muzebox een hele week eigenlijk allerlei open lessen om iedereen te laten kennismaken met
muziek. Mm-hmm. Nou, komende zaterdag en zondag is de Rode Draad, de atelierroute die we eigenlijk al jaren hebben. Ja, we zien hier op de tafel allerlei affiches liggen. Ja, nou, daar doen ruim 25 kunstenaars aan mee. Wauw. En daar zit heel divers werk bij, dus dat is sowieso leuk. Daarnaast is dan zondag het Dommeltheater, voorafgegaand door een concert op het water door de Boksels Harmonie. Dan is er nog een eendjesrace, een dino-race. In het verlengde van de hele aandacht op de dino's kunnen kindjes een dinootje vergaren. En die mag het water in en de winnaar krijgt nog een prijsje. En dan uiteindelijk is zondag om 17:30 de afsluiting van Dommeltheater, maar ook van de Kukeleku. Ja. Tijdens de afterparty op het veldje bij de Deken de Wijstraat. Okay. Is er nog een speciale opening voor Kukeleku of dat niet? Of geweest? Nee, die is er geweest. Wel? Ja? Afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag is er een speciale opening geweest met een zangeres. Helemaal in dezelfde stijl geschilderd en bekleed als dame Kukeleku. Ja. En die heeft de opening gedaan en samen met Maruska Lestrade en jongeren van de taalspeelgroep. Okay. Ja, die hebben de opening eigenlijk de week geopend met een drup, een rode knop en vuurwerk wat dan omhoog komt. Zag er fantastisch uit. Ik vertelde het net al wel een beetje, maar de toekomst van Kukeleku. Er is wel ambitie. Er is wel ambitie om gewoon daar echt iets van te maken en dat ook echt groter te maken. Mm-hmm. Weet je, je merkt gewoon nu, er zijn best veel mensen die erg enthousiast zijn over het geheel, ook vanuit de cultuurmakers zelf, mm-hmm. die er gewoon echt wel stevig mee bezig zijn. En ik denk dat er ook gigantisch veel kansen liggen. Zeker als je nu die verbinding hebt tussen die cultuurmakers. Ja, dat is natuurlijk, dat is top. Ja. Dat is echt top. Dat maakt samen sterk, je kan van elkaar leren, je kan elkaar tips geven of whatever. Weet je, en je kan ook, je gaat niet meer op dezelfde dag zitten met elkaar, dat je de tijden van elkaar af zit te snoepen. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel goed. Ja, ja. Ik zit me de hele tijd in mijn hoofd. Kukeleku, we hebben het eigenlijk. Van waar die naam? Mooi, hè? Weet niet. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar wij hadden een. Ik zat het al te bedenken. We hadden op een gegeven moment een beeldenis ontworpen. En wij, daar praat ik over Roeland Heesbeen en ik. Hadden een beeldenis gemaakt. En die beeldenis. Daar ontbrak nog een naam. En de groep die daarmee bezig was, die zei, we willen eigenlijk een hele prikkelende naam hebben. En toen zijn we eigenlijk gewoon op Kukeleku gekomen. En niet eens is voor naar de kroeg geweest. Nee? Je had niet een paar biertjes voor nodig? Nee, hij is 's morgens vroeg bedacht. Ja, om 6:00 AM. Nee, iets later. Je stond niet in de tuin. Nee, ik stond niet in de tuin. Okay. Nee, we zijn gewoon gaan brainstormen en op een gegeven moment gewoon een aantal namen. En toen hadden we eerst de naam voluit. En toen hebben we dadelijk gezegd, nee, we maken hem gewoon heel spannend. Ja. Alleen QQLQ. Ja. En dat wordt dan gewoon kunst en cultuur. Want dat zit daar een beetje mm-hmm. in. Qua klank zit dat erin. Kunstzinnig. Ja, inderdaad. Precies. Ik wens jullie superveel succes met dit mooie evenement. Dankjewel. Wil je thuis meer informatie? Je weet het. Je vindt het op onze website www.omroepdommeland.nl. Dennis, ik ga zeggen, take it away. Welcome to the second reel. I'm glad that you could make it. You thought your fate was sealed. It's not what they expected. But you punch above your weight. You're stronger than you not the same. They changed it from the book. I'm the boy with the bubble gun. I'm taking aim. I cannot hit to hurt or cause you. Words could kill. I call.
Time to kill the king. It's written in the scriptures. See what tomorrow brings. Gotta get a better picture. So forgive me, forgive me. Cause I was born to be what I must be. Yeah, I must be boy with the bubble gun. I'm taking aim. I cannot hit her or cause you pain. I'm the boy with the bubble gun. The boy with the bubble gun. The boy with the bubble gun. With work to do. If songs could kill, this one's for you. Wow. Zo. Wow, die komt binnen. Heel mooi. Heel mooi. Hey, hey Dennis, even nog voordat we afronden. Yeah. Je bent binnenkort te zien in de speeldoos. In Vught. Vught. Ja. Wanneer? Die. Ongeveer. Spil het op je Facebook. Ongeveer, ja. Ik zou Dennis zeker gaan volgen als ik u was. Want, prachtig, Dennis. Echt Thank mooi. Dankjewel. Zie je hopelijk snel weer. Yes. Ja, we zijn er alweer doorheen. We hebben het vanavond gehad over... kunstzinnige therapie om weer in balans te komen. We hebben het gehad over een goed gesprek, hè, ons programma. En gehad over het evenement Kukkelukku. Over 2 weken zijn we er weer. Ben ik er niet. Ik ben er over een maand. Over 2 weken zit mijn lieftallige collega hier. Ik wens u een fijne avond. Niet te veel chips eten. Dag.